Wat is het toch een prachtig gezicht. Dat grootse zwarte heelal, bezaaid met die fonkelende sterren. Miljoenen zijn het er. Het lijkt alsof ze daar maar lukraak zijn neergegooid. Maar dat is niet zo. Ze hebben allemaal een vaste plek. Net zoals de planeten, die onverstoorbaar in een vaste baan om een ster heen draaien. Zoals onze aarde ook om de zon heen draait. Wat een fantastisch systeem. Het lijkt nu niets bijzonders wat IJssel IJsinga zegt. Maar 200 jaar geleden is hij een van de weinigen die zich afvraagt hoe het heelal werkt. De meeste mensen stellen geen vragen over de wereld om ons heen. Dat wordt allemaal door God bepaald. Daar hebben de mensen zich bij neer te leggen. En de dominee vindt dat ook. Hij legt de mensen uit wat God met ons voor heeft en hoe wij moeten leven volgens de regels van het geloof. Gemeente, wij zijn liefhebbers van de waarheid en dienaren van de Almachtige. Wij vinden geloof in de woorden van de goddelijke schriften. En de mensen stellen geen vragen. Ze doen en laten wat de dominee zegt. Als hij zegt dat er tekenen. Maar IJssel IJsinga is nieuwsgierig. God heeft ons en de natuur geschapen, maar hoe werkt het eigenlijk? IJssel behoort tot een handjevol mensen dat zich met de wetenschap bezighoudt. Het verhaal dat de geestelijken in de kerk vertellen, de antwoorden uit de Bijbel, vinden ze niet genoeg. Ze willen een eigen antwoord vinden. Net als de vader van IJssel, Jelte IJsinga. Mijn vader was heel nieuwsgierig. Hij was altijd bezig met wiskunde en sterrenkunde. Met eindeloos geduld legde hij me alles uit over de natuur en het heelal. En zo raakte ik ook enthousiast. IJssel is een slimme jongen. Zo slim dat hij op zijn 15e al een boek over wiskunde schrijft. 650 pagina's dik. 3 jaar later heeft hij nog 2 boeken geschreven. Over sterrenkunde en zons- en maansverduisteringen. Mijn vader was zo trots op mij dat hij me verder liet leren. Ik mocht in Franeker verder studeren. Daar kreeg ik les van meneer Weitzes. Hij leerde me alles over natuurkunde en de schikking van het hemelgestel. Geweldig interessant. Maar van de wetenschap kun je niet leven. Dus begint IJssel als hij volwassen is, net als zijn vader, een wolkammersbedrijf. Hij kampt de wol van de schapen voor de wevers. Die maken er weer kleren van. IJssel trouwt en krijgt 2 zoons. Het was hard werken in die tijd. Wolkammen, zorgen dat er genoeg te eten was voor ons gezin. Maar 's avonds kon ik eindelijk bezig zijn met wat ik het liefste deed. Nog meer te weten komen over ons zonnestelsel. En net als iedereen in die tijd ging ik naar de kerk om te bidden en te zingen tot God. Op een zondag in april, ik weet het nog goed, had de dominee een slechte boodschap voor ons. De dominee, die ook de sterren bestudeerde, had een vreselijke ontdekking gedaan. Volgens zijn berekeningen zouden op 8 mei de planeten Mercurius, Mars, Venus, Jupiter en de Maan heel dicht bij elkaar komen te staan. Te dicht. En dat kon maar 1 ding betekenen. De planeten zouden op elkaar botsen. Door de gigantische explosie zou de aarde uit haar baan worden geslingerd en recht op de zon af worden geschoten. En dan zou onze dierbare planeet met alles en iedereen verbranden. Het zou het einde zijn van de aarde en al het leven. Is dit
Het grote teken. Wij weten niet of onze dampkring spoedig aangedaan zal worden. Door stormwinden, door beurtelingse hitte en kou wellicht, door donder en bliksem, droogte of zware plasregens. De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen als de krachten der hemelen bewegen. De mensen waren bang. En ik? Ik was stom verbaasd. Hoe kon de dominee dat nou zeggen? De aarde kon helemaal niet uit haar baan geslingerd worden. Recht op de zon af. Flauwekul! Het enige wat de dominee deed, was de mensen de stuipen op het lijf jagen. Ik moest ze laten zien dat de dominee het mis had. Als ik kon bewijzen dat de planeten altijd in hun eigen baan om de zon draaiden, altijd met dezelfde snelheid, en dat ze daar niet uit konden raken, dan hoefden de mensen niet meer bang te zijn. Er was maar één manier waarop ik dat duidelijk kon maken. Ik moest het zonnestelsel nabouwen en de planeten om de zon laten draaien, net als in het echt. Mijn vader was ook enthousiast en samen bouwden we een planetarium, het zonnestelsel in het klein. In Franeker, in mijn eigen huis, we werkten er dag en nacht aan. Maar op 8 mei, de dag dat de dominee had voorspeld dat de aarde zou vergaan, waren we nog lang niet klaar. Die dag gingen de mensen naar buiten en keken omhoog naar de hemel. Ze wachten af tot de planeten op elkaar zouden botsen. Maar er gebeurde helemaal niets. En als de dag voorbij is en het avond wordt, haalt iedereen opgelucht adem. God zij dank, we leven nog. De aarde is voor een ramp behoed. Tot nu toe in ieder geval, want het kan nog altijd gebeuren. De dominee heeft het immers voorspeld. Misschien heeft hij alleen de datum verkeerd berekend. We werkten door aan ons planetarium, dag in dag uit. We maakten een grote klok met een slinger. Die was nodig om de planeten net als in het echt om de zon te laten draaien. In dezelfde tijd als in werkelijkheid. We mochten geen fouten maken en dus rekenden we alles goed uit. En voor de zekerheid nog eens. Totdat we zeker wisten dat alles klopte. Tot op de seconde nauwkeurig. Het was een heel precies werkje. Alles deden we zelf, tot en met het schilderen van het plafond. Daaraan kwamen de planeten te hangen. 7 jaar werkten we eraan. En toen het eindelijk af was, waren we trots. Heel trots. Het eerste planetarium ter wereld. Op het plafond zijn de banen van de tot dan toe bekende planeten geschilderd. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus en ook de maan. En de zon hangt als een stralende bol in het midden. Klokken geven aan in hoeveel tijd de planeten om de zon draaien. Mercurius doet er 88 dagen over om rond de zon te draaien. En de aarde 1 jaar. En de verste planeet, Saturnus, doet er meer dan 29 jaar over. In het echt en dus ook in het planetarium. En die tijden kloppen nog steeds. Tot op de dag van vandaag. Het nieuws dat er iets bijzonders is te zien in Franeker gaat snel rond. Al gauw krijgt IJssen bezoek vanuit het hele land. Geleerden komen naar Franeker en zijn diep onder de indruk. Ze vinden het planetarium een meesterwerk. Ze willen alles tot in de kleinste details weten. Ik
Ineens was ik een beroemdheid in heel Europa en in Franeker. Ik werd zelfs gevraagd om in het stadsbestuur van Franeker te komen zitten. Maar het was in die tijd erg onrustig in Nederland. Veel mensen waren ontevreden en wilden af van de politieke leider van Nederland, de stadhouder. Ik was het daarmee eens. De stadhouder wilde niet weg en hij sloeg keihard terug. Al zijn tegenstanders liet hij zwaar straffen. Ik was bang om de doodstraf te krijgen en vluchtte naar Duitsland. Mijn vrouw en mijn kinderen liet ik achter. Mijn huis was ik kwijt. Jarenlang kon ik niet terugkomen. Ik was mijn leven niet zeker. En al die tijd dacht ik aan mijn planetarium. Als ze maar niet uit woede, uit wraak, mijn levenswerk kapot zouden slaan. Toen alles weer rustig was in Nederland, kon ik eindelijk terug. Ik kon mijn huis terugkopen en ging met een bonzend hart naar binnen. Ik kon mijn ogen niet geloven. Het planetarium was er nog. En er was niks kapot. Alles werkte. Alsof ik niet weg was geweest. Het zat alleen onder het stof en spinnenwebben. Dat was alles. De klokken liepen. En de planeten draaiden nog altijd om de zon. Onze aarde, de andere planeten. Alles beweegt volgens de kosmische regels. IJssen wist dat en heeft dat als een van de eerste met zijn zonnestelsel op schaal aangetoond. Na hem waren er meer wetenschappers die het heelal en de sterren bestudeerden. Met steeds betere en grotere telescopen hebben ze ons eigen zonnestelsel in kaart gebracht. Ze hebben ontdekkingen gedaan van de oerknal, zwarte gaten en supernova's. Satellieten zijn de ruimte ingeschoten. Mensen hebben op de maan gewandeld en gereden. IJssen IJsinga heeft dat allemaal niet mee mogen maken. Hij zou het vast fantastisch hebben gevonden.